Het was een beetje chaotisch allemaal en stress. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Serge. Ik ben René. En dit is Jessie Silver. Heb ik. En het is weer het einde van een tijdperk. Ja. De laatste stap van zijn bedje. Ja, want de box was al naar beneden. De wippen die is al weg. Sleepyhead die hebben we nog wel, maar die mag ook weg. De wieg hebben we ook, maar die mag ook weg. Maar dat mag dan niet van mama. Het staat niet als wasman. Weg. Het is ook hartstikke leuk nog om te hebben. Maar het bedje moet ook echt naar beneden, want vandaag of morgen vinden we hem naast zijn bed. Ja, maar meneer kan staan, zoals je ziet. Nog even en die doet zijn benen omhoog en die denkt klim eroverheen. Hè, gekkie? Nou, we hebben inderdaad wel eens gekkere filmpjes gezien, dus we gaan er niet op wachten totdat het gebeurt. Nee, we moeten het voor zijn. Dus het bedje gaat omlaag. Ik heb de schroefmachine klaar. Dus als jij maar eventjes hier gaat zitten, gewoon snel. Het is gelukkig niet zoveel werk. Het zijn maar vier boutjes losdraaien en dan moet je hem even vanaf. Kijk wat er ervan is. Hey! Daar kan je er niet meer uit. Kijk, hier heb ik nog een bij. Hij deed het wel. Heb je Ik heb eigenlijk, ik had eigenlijk niet verwacht dat hij nog bij de rand zou kunnen. Ja. Ja. Ik dacht eigenlijk ook dat het iets dieper zou zitten. Ja. Zo. Nou. Dat wordt dan weer het eerste nachtje. Laat slapen. Ja. Slaap lekker. Goedenavond! Wij zijn onderweg naar de verjaardag van Jermaine Fleur. Jermaintje is alweer 34 geworden. 34 man! 34. Welkom, join the club. Join the club. Ik nog even niet. Verder, maar ik nog heel even niet. Jij bent gewoon nog niet eens 30. Nee. Dus we zijn onderweg naar Amsterdam. We gaan weer even een feestje bouwen. Zo, het is alweer de volgende dag. Het was gisteren super gezellig met je mee. Had het weer leuk om bepaalde mensen weer te zien. Nou, maar niet uit. Blijf even gewoon liggen. En het was een latertje. Dus we zijn eigenlijk rechtstreeks het bed ingerold. Want we waren gewoon helemaal kapot. En Jessie heeft lekker bij oma geslapen. Het is nu alweer de volgende dag. En ik heb een optreden zo in Leiden. Dus ik ga Jessie ophalen. En dan ga ik hem brengen naar Angelique. Dan gaat hij daar even spelen. En dan kan ik lekker gezellig weer met Ewald Ebing aan de keys optreden in Leiden. Dus dat wordt super gezellig. Woe! Oh jee. Zo. Het optreden zit weer op. Het was een beetje chaotisch allemaal en stress en met de aansluitingen en geen extra stekkerdoos mee en nou ja, dus we liepen wat uit en een beetje chaos, dus ik heb niet kunnen filmen, maar het was weer leuk en de mensen waren enthousiast, daar gaat het natuurlijk om. En maar even, ik vind Leiden ook zo irritant, hè. Het is een leuke stad. Maar je kan gewoon nergens je auto kwijt. Ik heb gewoon, weet ik veel hoe ver het is. In ieder geval 10 minuten moeten lopen om mijn auto ergens neer te planten. En
Want alles is vergunninghouders. Dus nou ja, goed. Anyway, ik ga lekker naar Jesse Silver. Mijn moppie ophalen. En dan mijn schoenen uit. Ik heb pijn in mijn voeten. Hallootjes, het is alweer zondag. En het was echt ruk weer. Maar toch zijn we eventjes naar de stad gegaan. Met mijn moeder. Want we moesten nieuwe kleding hebben voor Jesse Silver. En ik denk, nou, dat vind ik wel leuk om even met jullie te showen. Maar voordat ik jullie ga laten showen van wat ik voor Jesse Silver heb gekocht. Was dat een hele normale zin? Geen idee. Ik heb in ieder geval voor mezelf een leuke vest gekocht. Ik vond hem erg leuk. Een broek. En ik heb ook nog een paarse skinny jeans gekocht. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien met dit licht. Oh, kijk, zo is beter. Zo. Ik heb lang niks meer voor mezelf gekocht. Dus ik dacht, nou, dit vind ik leuk. Neem mee. Ja. Over het algemeen, als je weggaat. Ik denk dat elke ouder dat wel kent voor jezelf. Dan kom je met veel meer mee thuis voor je kind. Laat ik in eerste instantie beginnen met dat ik echt superleuke kleding had gekocht bij C&A. H&M vind ik altijd leuk. En Prenatal had ik ook nog wat gekocht. En ik had hem dus vandaag al wat aangedaan. Maar echt door die honden. Hij heeft gelijk weer in de hondenmand gelegen. Dus ik denk, nou, daar stuur ik maar even een foto. Of laat ik maar even een fotootje van zien. Hoe die eruit zag. Ach, kijk nou, wat een poepie. Nijntje. Van de C&A. En een geel spijkerbroekie. Van, van de Hema. Superleuk. Wat hebben we nog meer? Nou, ik wilde een... althans, ik wilde niet. Daar liep ik gewoon tegenaan. Een lekkere warme slaapzak. Met mouwtjes. Het is toch altijd handig om daar twee van te hebben met dit koude weer. Ik vond hem zo schattig. Vosje. Lange mouwtjes. En de achterkant kon je ook nog eens zo dichtmaken met de knopen. Dus dat is één. Gooi het maar even zo weg. We hadden ook nog een pyjamaatje. Oh, zoals je ziet heeft die al aangehad. Oh. Nog een keer. Ah, zo leuk. Nou, moet ik er even bij vertellen. Er zat ook echt een super schattig broekje bij. Maar er zat er een gele vlek in. Omdat Jesse Silver was doorgelekt. En ook super zielig. Hij heeft eigenlijk voor het allereerst heeft hij echt flinke luieruitslag. Dus zijn billen zijn super rood en het is ook gewoon nattig. Er komt een beetje bloed vanaf en het is zo zielig, want ja, hij poept ook veel. En ja, dat moeten we ook schoonmaken en dat vindt hij zo niet fijn. Dus ja, hij moet echt ervan huilen. Het is echt heel erg zielig. En ja, we proberen het daarna maar echt goed droog te houden. Flinke zalf erop en heel veel talkpoeder, dat het echt even droog blijft. Dus hopelijk is dat snel over, want echt man, echt heel zielig. Wat hebben we nog meer? Die heb ik laten zien. Een truitje. Oh, van de H&M. Ik hou van streepjes. Dan hebben we ook nog een leuke boxpak, om zo maar even te zeggen. Ook van de H&M. Ook een leuk perentruitje. Ook van de H&M. Even een wat rekbaar broekje. Het is een beetje groenig. Ook van de H&M. Ook nog even een lekker rekbaar broekje. Deze is van de Hema. Nog een broekje. Want ik wilde, hij is overal uitgegroeid. Dus ik wilde eventjes wat, meer broekjes hebben. Liever te groot dan te klein.
Zo, nog een spijkerbroekje. Die heb ik dan samen gekocht met die gele, ook van de Hema. En deze is weer van de H&M. Ik wilde namelijk even een nieuw jasje voor hem hebben. En deze heb ik ook gekocht. Lekker warm. Kan tenminste het water vanaf, althans dat hoop ik. Met een bondje. Zo, dat was alle kleding. Ik hoop dat jullie ze ook leuk vonden. Laat even weten welke jij het leukst vond. Ondertussen is Sergio heerlijk aan het koken. Oh, dat gaat lekker. Ik ben benieuwd of er ooit nog eens een medium gaat komen dat je gewoon geur er doorheen krijgt. Gewoon geur vanuit je computer wat iemand aan het koken is. Want op dit moment zou je dat echt gewoon heel graag willen. Oh, oh, oh. Mmm. Lekker, hè? Zijn dat ook de kipjes die ik donderdag ga gebruiken van de ketchup? Jazeker. Lekker. Maar blijft dat dan wel goed voor in zoveel paar dagen, hè? Lekker mooi kippenduitje. Nee, dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Nu gewoon portioneren en dan in de vriezer. En dan blijft het gewoon hartstikke goed. Oh, kijk dan. Ja, want ik kan mijn collega's niet salmonella bezorgen, hè? Nee, dat is erbij. Ik ga ondertussen naar wat hier. Iranese pizza is een aan het eten. Ook heel erg lekker. Oh, ja, dat is lekker. Ja. Oh. En de kip is gemarineerd met wat knoflook, rozemarijn, een beetje kipbouillonpoeder en een lekker rood pepertje. Staat al sinds gisteren in de koelkast. Dus het is lekker ingetrokken en gemarineerd. Een beetje grillen en dan zo meteen 150 graden in de oven. 3 kwartier. Dan hebben we lekker kippetje voor vanavond. Lekker! Want ik heb wat krachtvoer nodig. Ja, want je bent goed bezig. Je bent lekker aan het trainen. Ik heb weer heel hard getraind vandaag. Ik ben... Hoppakee, spierbal. Oh, bijna. Ik heb natuurlijk nog weer de creatine van XXL Nutrition. Werkt ontzettend goed. Voelt ook lekker. Voel me ook fit. Voel me gewoon lekker in mijn conditie ook. En ik ben vandaag geholpen door een collega. En dan doe je het toch altijd net even wat meer dan wanneer je alleen gaat. Weet je. Dus ja. Hij heeft me echt helemaal kapot gemaakt. Kapot gemaakt inderdaad. Dus dat voelt goed. Beter? Ik ga de kippen even draaien. Ja, ga jij de kippen draaien? Ik ga ondertussen afsluiten, want ik ga deze vlog maken. Dus we zijn inmiddels aan hoeveel volgers? Ja, superleuk. We zitten bijna op de 1900 abonnees en op Insta bijna 5000. Dus super bedankt voor de support. Ja, super gaaf. We zijn nou toch wel 2 jaar bezig. Ja, lekker. Ja. Maar ben jij dit filmpje aan het kijken en volg je nog niet? Doe dat even. Hè. Dat is super gaaf, super leuk. Abonneer even op dit filmpje. Abonneer op dit filmpje, dat is super. Abonneer even op het kanaal, ja. En druk ook even het belletje aan zodat je op de hoogte blijft. Ik ga ook even gelijk naar Insta, joh. Dat is ook leuk. Sergio, laagstreepje Renee, laagstreepje official. Dan blijf je ook lekker op de hoogte. Insta stories, alles doen we. En volgend filmpje moet ik zeggen, ook echt super tof nieuws. Die moet je echt kijken. Ik kan niet wachten om het te filmen. Ja. Zal ik dat filmen? Nee. Ik ben wel blij dat onze schoonmaakster donderdag komt. Ik ook. Want ik ga het dus een beetje teken doen. De rest laat ik aan haar over. Want het is een rotzooi. Anyway, vond je dit een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. En nogmaals, vergeet niet te abonneren of te bellen. Abonneer. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Adieu, bedankt. Ciao.